Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 30 maart. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar weer een nieuwe weekvlog. En ik heb het koud. Je merkt het ook, het is buiten kouder. De temperatuur in huis is ook wat gezakt. Het is nu 18,5 graad. En de afgelopen dagen was het gewoon 20, 21 graden binnen. Ik heb het kippenvel op mijn been staan. Maar nou ja, goed. Het was ook voorspeld. Ze hebben ook code geel afgegeven voor morgenmiddag. In verband met kans op gladheid door sneeuw. Nou, ga ik ervan uit dat hier niet echt sneeuw zou vallen, maar ja, je weet het nooit natuurlijk. Nathalie tekste mij net, zo jammer. Als kind zijnde gingen wij vroeger altijd naar de Julianatoren toe. Dat is een kinderpretpark. En dat was het uitje van de zomervakantie. Wij gingen nooit op vakantie, maar wij gingen altijd wel naar de Julianatoren toe. En daar verheugden we ons altijd als een malle op. We vonden dat leuk, een dag lekker spelen en in alle attracties, we vonden het geweldig. Maar nu gaan ze dus de allereerste attractie afbreken daar. En dat is de uitkijktoren. Waarschijnlijk als ik nu op die toren zou staan, denk ik, goh, eigenlijk is het helemaal niet zo hoog. Maar als kind zijnde voel je die toren echt super hoog. Dan had je echt zoiets van, wow. Je kon dan helemaal over het park heen kijken en ook nog een stuk over de bossen. Het was altijd wel tof om daar even op te gaan. En dat deden we ook altijd wel. Ik was altijd helemaal kapot als ik boven kwam. Dat waren best wel veel trappen. Althans, dat vond ik als kind. Ik weet eigenlijk niet hoeveel trappen ze precies hadden. Maar ze gaan de toren dus afbreken. Dus eigenlijk toch weer een stukje van je jeugd wat dan weer weggaat. Oké, ik zal er ook nooit meer komen. Maar hey, hè? Het is toch weer het idee dat dat dan straks weg is. Dat is toch wel een beetje, ja, sneu of zo. Ik heb hele droge lippen. Ik heb heel veel velletjes. Ik heb ze wel heel goed ingesmeerd. Maar ik heb, ja, ze zijn een beetje droog. Dus ik weet niet precies wat het is. Ik heb gisteravond Married at First Sight gekeken en dan ben ik toch weer verbaasd waarom sommige mensen meedoen. Want er is nu een koppel, die had het op vakantie superleuk en nou is die jongen dus gaan twijfelen. Hij wil eigenlijk niet gaan samenwonen. Volgende week zullen we weten hoe dat verder gaat. Maar dan denk ik van ja, waarom doe je dan mee? Weet je, is ook weer zo iemand, die had eerst al een keer meegedaan aan The Bachelor met Gabi Blazer. Nou, dat is niet gelukt. Nou, toen ging hij maar in dit programma meedoen. Dan denk ik van, ja, wil je met je hoofd op tv of wat wil je? Ook een beetje een moederskindje. Hij was daar net op het vakantieadres, moest gelijk zijn moeder bellen. Nou, is dat op zich niet heel erg. Maar ik weet niet, hij kwam echt niet echt als heel zelfstandig over. Is hij daar op vakantie, gaat hij gelijk een tattoo laten zetten. Van ja, als ook als het aandenken aan dit avontuur. En dan gooi je eigenlijk zelf een beetje je handdoek in de ring. Ja, ik snap dat nooit zo goed. Maar op zich was het verder wel weer interessant om naar te kijken. Ik heb de vlog afgemaakt en ik heb een foto's bewerkt. Ik moet nog even één nieuwe maken. Ik moet er nog een paar bewerken, want het is niet helemaal afgekomen. Want het vlog editen ging heel erg traag, want mijn laptop is heel traag. Hij zit weer heel erg vol. Ik weet niet precies wat er nou weer aan de hand is. Dus ik moet daar weer even naar gaan kijken. Maar goed, dat was het een beetje. Ik heb mijn Netflix-serie gekeken. Die wordt steeds interessanter, Inventing Anna. Als je van waar gebeurde verhalen houdt, is het zeker een aanrader. Ook omdat het wel op een leuke manier verteld wordt. Maar ja, het is dus allemaal wel echt gebeurd. En daarna had ik Flikken, dus dat was het ook wel. Mijn boek is ook bijna uit. Dus dat boek, ik had eerst weer iets van, nou, ik weet niet of ik verder wil. Ik ben toch wel verder gaan lezen. En uiteindelijk vind ik het toch wel weer heel interessant worden. Dus ja, dan is het toch wel fijn dat je niet gestopt bent. Dus dat is eigenlijk alles een beetje. Mijn coach komt heel misschien morgen toch nog haar micellairwater ophalen. Want ik had haar geappt van, joh, het zit nog bij mij in de tas. Oh ja, shit. Nou zegt ze, ja, misschien dat ik het donderdag nog kom ophalen. En anders dan gewoon volgende week. Maar ik heb het apart staan. Ik ga zo even mijn navelpiercing doen in een bakje met alcohol. Want ja, die plakt steeds een beetje vast aan mijn navel. Dus ik wil dat even goed schoonmaken. Zodat ik vanavond ook eventjes kan douchen met dat er geen piercing in zit, dat ik het even goed kan schoonmaken. En dan kan ik hem er vanavond weer in doen. Dus dat ga ik zo even doen. En ik ga jullie de boel gewoon doen. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Dus dat is de planning. Ik had trouwens ook nog twee dingetjes bij de kruidvat gehaald. Die zal ik nog even laten zien, want dat ben ik gisteren vergeten. Dus dat ga ik nu allemaal eventjes doen. Dus ik neem jullie gewoon weer mee. Dit had ik dus even bij het kruidvat gehaald. Een flesje met alcohol. Ja, ik doe er altijd heel veel mee. Ik doe ook mijn nagels daarmee ontvetten. Maar ook, ja, zoals nu leg ik mijn piercing erin. Die van mij was bijna op. En ik had toch deze leuke eitjes gehaald. Dus nu heb ik van alles voor de paasdak. Die ga ik van het weekend lekker opzetten. Dus dat had ik nog eventjes gehaald gisteren. We'll be right back.
De katjes hebben net lekker gegeten. Ik heb het alleen ijskoud. Echt. Het stroomt in één keer ook over me heen. Ik kan ook even niet zien. Ja, zo. Het lijkt erop als hij wel, alsof die temperatuur wel. Ja, hij is wel een graad omhoog gegaan. Weet het niet. Ik heb het gewoon super koud. Hier is alles in ieder geval lekker schoon. De doodles zijn af. Er stonden nog geen nieuwe doodles online voor april. Dus ik heb alvast de voorkant gemaakt voor mijn nieuwe mus voor februari. Moet ik allemaal nog wel inkleuren. Maar ik dacht, nou, dan ga ik dat gewoon even doen. Maar dan kunnen de doodles weer terug in de map in ieder geval. Op zich wel een lekker middagje. Alleen ik ben nu een beetje gaar. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Oh. Ja, straks wel even lekker de verwarming aan. Dat heb ik al wel besloten. Vanavond heb je Dit is mijn huis. Dat ga ik wel kijken. En je hebt ook een nieuw seizoen van De slechtste chauffeur. Volgens mij is het een soort terugblik. Ik weet het niet precies. Met oud-deelnemers. Dat ga ik wel eventjes terugkijken. Dat lijkt me wel leuk. Ik vind het altijd wel leuk om te volgen. Dus ja, dat ga ik wel eventjes doen. Ik moet nog even een nieuwe foto maken. Dat ga ik zo eerst eventjes doen. Dan moet ik die vanavond nog eventjes afmaken. Dan kan ik mijn blogpost schrijven. En even de ja hoor, vlog uploaden. Ik ga daar nog even een thumbnailtje voor maken. Verder moet ik. Was er verder nog iets wat ik moet doen? Nee, volgens mij niet. Ik ga in ieder geval wel eventjes mijn Netflix-serie weer lekker verder kijken. En vanavond ook weer flikken. Dus dat is het ook wel. Dus niet heel spectaculair. Ik ga sowieso nog wel eventjes gamen. Ik ben een beetje Fortnite aan het oefenen. Want ze vroegen gisteren Nathalie Frank of ik een keer een potje mee wou doen. Ik zeg ja, maar ik ben wel heel slecht. Voor jullie is dat niet zo heel leuk. Dus ik ga nog even oefenen. En dan wie weet binnenkort een keer een potje met z'n drieën doen. Maar misschien kan ik nog heel veel bijleren. Want ik snap nog heel veel dingen niet. Maar dat komt vanzelf wel. Ik ga nu eventjes in ieder geval even die foto maken. Dan ga ik lekker even onder een kleedje zitten. Want ik heb het echt heel erg koud. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 31 maart. Ik ben klaargemaakt. En het sneeuwt, jongens. Ik dacht gisteren, zei ik nog, nou, het zal wel meevallen. Maar kijk eens eventjes. Het sneeuwt daadwerkelijk. Het wordt al wit. De vlokken zijn ook best wel groot. Ik had het niet verwacht, maar ja, toch wel. Nathalie appte mij net. Die zei van, ik had natuurlijk de vlog online gezet over het chocolademousje. Van ja, maar als jij een chocolademousje wil maken voor maar één persoon, dan deel je die ingrediënten toch van drie door één. Of van de drie personen kun je die toch zo verdelen dat ze naar één persoon gaan. Hele goede tip. Maar aangezien rekenen niet mijn ding is, ben ik daar niet zo goed in. Ja, ik had ook maar één ei nodig. Hoe deel ik één ei door drie heen? Dat snap ik niet zo goed. En nu kreeg ik van een van jullie ook een hele goede tip. Dat het ook al kan met alleen maar slagroom, suiker en cacaopoeder. Dus dan zonder die eieren. Ik denk dat ik dat wel een keertje wil proberen volgende week. Volgende week komt de familie. Dan ga ik ook even een taartje maken. Volgend weekend komen die. En toen dacht ik, dan kan ik voor mezelf een chocomousje maken. Maar aangezien het de vorige keer niet zo goed gelukt was. En diegene zei van, ik zag je de meeste drukken. Ik had ook de verkeerde deeghaken gebruikt. Dan ga ik het gewoon proberen zonder die eieren. Want dan kun je het dus ook blijkbaar langer bewaren. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dat wil ik dan zeker eventjes gaan proberen. Dus heel fijn dat mensen je dan tips geven. Omdat je er zelf dus niet zo goed in bent. Ik heb gisteravond Dit is mijn huis gekeken. Ik heb ondertussen ook even nog een spelletje zitten doen. Daarna heb ik De slechtste chauffeur gekeken. Dat was eerst theorie. Want ze gingen zeg maar, ze hadden wat oud-deelnemers uitgenodigd die gewoon heel slecht waren. En die degene die het slechtste uit die test kwam, die doet dan dus mee aan het nieuwe seizoen. En dat gaat dus volgende week van start. Ik vind het zelf altijd wel heel leuk om naar te kijken. Ze hadden nu ook een nieuwe rijinstructrice. Misschien ook wel verhelderend, want de vrouw die het altijd deed, die vond ik altijd wel heel hard en streng. En dat moet ook wel, want sommigen die zijn gewoon echt heel slecht. Maar dan valt het je op, hè. Dan hebben zulke mensen hebben hun rijbewijs en dan was er een vraag van binnen de bebouwde kom. En dan zegt diegene ook echt, wat is binnen de bebouwde kom? En dan denk ik van, hoe heb jij je rijbewijs gehaald dan? Ik vind het echt wel erg, maar goed. Het was op zich wel grappig, dus daar heb ik naar gekeken. Nou, de thumbnail heb ik gemaakt omdat de vlog in elkaar gezet werd natuurlijk.
Ik heb mijn blogpost geschreven en toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Die duurde gisteren, was het best wel een lange aflevering, want het zijn wel zeker afleveringen van over een uur. Maar op zich wel leuk. En daarna heb ik Flikken gekeken. Ik moet alleen Tijger even in de gaten houden, want Tijger die heeft de neiging om nu overal te plassen. Ze heeft gisteren in de kom geplast waar ik zeg maar mijn nepfruit in heb zitten. Toen ik wakker werd, had ze hier op het plateau op de kleine tafel had ze geplast. Dus alles helemaal onder de urine. Dus ik moet haar even in de gaten houden. Want als het echt zo aan de gang blijft, dan moet ik het eventjes een keer opvangen en naar de huisarts brengen. Of huisarts, dierenarts. Misschien heeft ze dan blaasontsteking, maar dat weet ik dus niet. Ja, ze doet het dus echt wel in gewoon. In bakken lijkt het wel. Dus ik ga zo ook eventjes kijken hoe de kattenbak erbij staat. Die heb ik natuurlijk gisteren wel gewoon ook goed geschept. Dan ga ik zo even scheppen. En desnoods doe ik er nog wat grit overheen. Misschien is het wel erg nat en wil ze daarom gewoon niet op de kattenbak. Dus ja, dat zou kunnen. Want het zijn wel echt volle plasjes. Het zijn niet kleine beetjes. En vaak bij een blaasontsteking verlies je natuurlijk kleine beetjes met urine. Maar goed, dat ga ik eventjes nakijken. Ik ga zo even stofzuigen en dan ga ik filmen, want ik wil twee video's opnemen. En daarna nog even bullet journalen. Dus dat is voor nu even de planning. Dus nou, ik ga nu eventjes aan de gang, want des te eerder ben ik klaar. Dus ja, dat is eventjes wat ik nu ga doen. Die staat in het water. Die moet even lekker wassen. Want ik had die natuurlijk vers geschept bij de gouden net. Dus die moet je altijd wel even goed wassen. Dus die kan mooi even een poosje staan. En het is inmiddels, hier is het etenstijd. En inmiddels is het wit buiten. Kijk wat een laag er al ligt. Ik ben echt verbaasd hoe wit het is. Ik had dit niet verwacht dat het zou blijven liggen. Maar ja, toch wel. Dus een hele witte wereld. En dat op 31 maart. Ja, maart roert zijn staart en april doet wat hij wil. Dus ja, het kan gewoon. Kijk eens hoe groot de laag er ook al ligt op mijn balkon. En het sneeuwt gewoon nog steeds. Het is echt een beetje bizar. Maar ja, het is ook wel grappig eigenlijk in maart. Ik heb het volgens mij nog nooit meegemaakt. Zo, het voer zit er weer in hier. Ik heb het wel super koud. Ik heb natuurlijk nu ook niet heel erg ingespannen. Want ja, ik heb de twee video's opgenomen. Dat ging prima. Even gebullet journaled. Ik heb een verhaaltje nu voor februari af. Want ik ben ook alvast een beetje bezig nu voor de nieuwe mus. Ik moet dat nog wel helemaal gaan inplakken en zo. Maar ik denk als ik eerst maar een beetje wat schrijf, dat scheelt ook altijd al wel. De voorkant van januari eventjes afgekleurd.
op zich wel even lekker bezig geweest. Maar ja, ik merk gewoon dat ik het toch wel heel erg koud heb. En ik had bewust al een wat dikkere trui aangetrokken. Omdat ik zoiets had van, oeh, het is best wel fris. Maar die vlokken zijn ook gewoon super groot die uit de lucht komen vallen. Ik ben echt verbaasd. Maar ja, goed. Je doet er niks aan. Ik weet eigenlijk niet eens hoeveel graden het nu is. Daar ben ik eigenlijk wel eventjes benieuwd naar. Hoeveel graden is het? Oh, het is ook echt letterlijk 1 graad. Oh, gaat het vannacht? Vannacht gaat het vriezen zo te zien. Oh, ja, we gaan het zien. Het is niet anders. Nou, op zich best wel een lekker middagje al gehad. We zijn wel relaxed. Dus dat is allemaal wel lekker. Ik ga zo nog even lekker relaxen ook. Dan ga ik straks lekker warm douchen. Daar heb ik heel veel zin in. Een warme douche. Lekker straks eten. Oh, ik heb echt veel zin in die smaas. Ik denk dat die super lekker is, omdat die dus vers is. Dus die ga ik lekker opeten. Ik heb daar Rossi rondjes bij en een speklapje. Dus ja, wel lekker. Ik ga wel eventjes de nagellak eraf halen, want het ziet er nu niet al te mooi meer uit. En dan vind ik het ook wel weer prima. Vanavond ga ik Meester Frank Visser kijken. Volgens mij best een heftige zaak als ik de voorstukjes zo zag. En ik had maandag een programma met politie-eenheid opgenomen op RTL 5. Dus dat ga ik daarna eventjes kijken, want dat lijkt me ook wel interessant. Ik ben alleen benieuwd hoe lang dat duurt. Want tegenwoordig heb ik het idee dat het bij RTL 5 ook zo'n 1,5 uur is. En eerder was het gewoon een uurtje, die programma's. Maar goed, dat gaan we wel eventjes zien. Ik ben wel benieuwd. Verder ga ik even foto's bewerken. Ik denk dat ik even wat nieuwe boeken op de e-reader gooi. Want ik heb er alweer een aantal staan. Dan kunnen die gelijk ook weer naar het stikje. Dan is de laptop weer wat leger. Ik ga natuurlijk verder met de Netflix-serie. En vanavond nog weer flikken. Dus ja, dat is het ook allemaal wel. Ben heel erg benieuwd. Ga nu naar seizoen 3 met flikken. Dus ik loop wel achter hoor. Want het wordt dus uitgezonden op België. Op 1. En dat kun je in Nederland wel krijgen. Maar dat is om 5 uur 's middags. En ik vind het gezelliger om zo'n serie te kijken als het lekker donker is. Dat vind ik dan toch fijner. Maar goed, dat is de planning. En ik ga sowieso nog wel eventjes lekker gamen. Dus ja, dat ben ik van plan. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is 1 april en het is ijs en ijskoud. Ik ben even naar buiten geweest, maar ik heb het zo koud. Ik had het vannacht ook zo koud. Ik had namelijk lichtjes besteld voor in de paasdag. Leek me wel leuk, maar bij de Action hadden ze helemaal niks meer. En toen kreeg ik dus de melding, ik probeer ze even open te maken, dat ze al bezorgd waren. Maar toen ging ik naar de briefbus toe, toen zaten ze er dus niet in. Maar ik heb dus gewoon deze lampjes besteld. Die ga ik dan morgen in de paasstok doen. Maar toen zaten ze er dus nog niet in. Ja, het enige wat erin zat was een zeiknatte krant. Die hadden ze niet doorgeduwd. Dus die kon gelijk richting de oude papierbak. En toen wilde ik eigenlijk net de deur, had ik weer dicht gedaan. Toen hoorde ik, ja, kom maar aan hoor. Dat was de postbode. Die kwam er dus net aan met de post. Dus toen had ik ze alsnog. Dus dat was heel fijn. Maar het is vandaag feest. Want kleine Mickey is jarig. Mickey! Kom even. Ja, je bent jarig, hè? Ja, je hebt net op de bak gezeten. Maar Mickey is 8 jaar geworden. Je zou het niet zeggen als je er zo ziet. Want ze is nog zo klein. Maar ja, ze is echt jarig. Moeten we eigenlijk voor jou zingen, hè? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ja, zometeen wat lekkers, hè? Ik ga je nu even geen kusje geven, want ik heb lipstick op en anders word je rood. Ja, neusje. Ja, gefeliciteerd, hè? Ik had het wel leuk om even bij stil te staan, weet je. De katten zijn toch een onderdeel bij mij van het huishouden. Maar ik vind het best wel bizar dat ze alweer 8 is. Ja, 2014 is ze geboren. Ja, gaat hard. Tijgertje is nu 9. En Muis, die wordt volgende maand 10. Ja, jongens. Gaat hard. Ik ga zo even kijken wat ik jullie voor lekkers ga geven. Want ze krijgen alle drie gewoon wat lekkers. Want ze vinden het alle drie lekker. En nou ja, weet je, dan geven ze alle drie wat. Maar dan krijgen ze een extraatje omdat Mickey jarig is. Gisteren is er weer een glas geknapt. In 2 weken tijd ben ik al 3 glazen kwijtgeraakt. Ik baalde er ontzettend van, want het was een supermooi glas.
Het was zo'n longdrinkglas met zo'n hele mooie onderkant. Ik heb er nog wel twee, maar ik had er dus drie van. En die kun je dus ook niet meer kopen. Dus daar baalde ik heel erg van. Daar drink ik ook altijd mijn aanmaaklimonade uit. Want dan pak ik echt grote glazen. Dus dat was wel weer eventjes vervelend. Die spinazie was echt super lekker. Die was echt heerlijk. Dat was echt, ja, daar heb ik echt wel van genoten. Het was alleen heel warm. Dus ik moest eventjes, ik kon niet zo makkelijk dooreten. Ik heb een haartje in mijn mond volgens mij. Oh, lekker. Even kijken of die eruit kan halen. Nee, niet echt. Maar, nou, dat heb ik wel van genoten. Alleen het was even baar, dus toen heb ik toch nog even een stofzuiger gepakt om even alle glassplinters verder goed op te zuigen, zodat ook hun niks in hun pootjes zouden krijgen. Ik heb gisteravond Meester Frank Vis gekeken. Ja, een beetje een lastige zaak. Ik weet niet zo heel goed wat ik ervan moest vinden eigenlijk. Het was op zich wel, ja, wel weer leuk om te zien, maar ja, ik weet niet. Er gingen zoveel verwijten over en weer dat ik dacht van, oeh, ik vind het wel heftig. Daarna heb ik de politieeenheid gekeken. Dat was op net 5 geweest, maandag had ik opgenomen. Was ook wel interessant om te zien dat je ook al steeds meer ziet dat mensen met dat lachgas bezig zijn. Nu hielden ze een auto aan, die zat vol met flessen met van dat lachgas. Nou, heet dat lachgas? Nee. Helium? Volgens mij zeg ik het helemaal niet goed. Ik weet niet. In ieder geval het bepaalde gas. Wat nu heel populair is bij de jongeren. Wat je ook in... Ja, helium doe je toch in zo'n ballon? En dan ga je toch zo hoog van praten? Nou, ik weet het niet precies. Maar het is allemaal heel... ja, die had wel 20 van die flessen erin zitten in zijn auto. Eentje die was op de snelweg aan het fietsen. En toen zeiden ze ook van... Nou, je mag hier niet fietsen. Maar waar woon je? Ja, dat hou ik privé. Gelijk als een grote mond geven. Dat snap ik dan niet. Dus die kreeg mooi een paar boetes. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik heb eventjes de boeken heb ik op mijn e-reader gezet. En toen ben ik lekker mijn serie gaan kijken. Het was weer zo spannend. Ik ben er wel al bijna doorheen. Vind ik wel heel jammer. Maar ik geniet er echt van deze serie. En daarna had ik Flikker. Dus dat was ook prima. Ik ga de kat even wat lekkers geven. Dan ga ik stofzuigen en dan ga ik aan de gang in de slaapkamer. Want lekker weer mijn bed verschonen. Daar word ik altijd blij van. Ik moet mijn kattafel opruimen. Die is echt helemaal ontploft. Er zitten zoveel spullen staan erop. Alles moet even terug op zijn plek. Dat ga ik zo even lekker doen. Dus ik ga eerst even wat lekkers voor de katten opzoeken. En dan ga ik aan de gang. En ik neem jullie mee natuurlijk. Eerst. Kijk, voor jou en voor jou. Heb je hem al op? Nou, dat doe jij snel. Die en die. En dan gaan we het stipje eten. Laatste stipje, hè? Moet ik ze even weer kopen? Ja, ik ga hem verdelen. Rustig maar. Alsjeblieft. Muis. Jij krijgt ook. Vierjarige. Hé, hey, niet van de stik bijten. Ik deel uit, niet jij. Ik bepaal hoeveel je krijgt. Kijk. Hier. Wachten. Ik deel uit, had ik gezegd. Niet in mijn hand bijten. Kijk, en jij eet niet van mijn hand af. Zo, niet bijten. Zo, nou is het op.
Dat was je verjaardag. Lekkers. En dan krijg je straks gewoon weer eten. Nu is het klaar. Zo, katjes hebben lekker hun eten op. Ik heb net alles opgeruimd, want de slaapkamer is klaar. Dus de emmers zijn weer naar boven gegaan en alles weer even teruggezet. Heerlijk weer een schoon bed, dus daar ga ik vanavond wel weer ultiem van genieten. Ik voel nu wel weer wat meer in mijn rug ook. Ik heb ook de deur nu dicht gehouden dat de katten er niet in de slaapkamer kwamen. Want dat werkt toch iets makkelijker als ze er niet bij zijn. Mijn haar is ook helemaal uitgezakt, mijn staart. Maar ja, dat is gewoon een beetje met schoonmaken gebeurd. Maar op zich ging het wel lekker. Ik heb ook even de klok eindelijk vooruitgezet. Want ik had die in de woonkamer al wel gedaan. En die in de slaapkamer nog niet. Dus die heb ik nou ook even goed gezet. Dat vind ik ook zo'n nadeel altijd van die klok. Weet je wel, dat je hem gewoon weer... dan weer vooruit en dan weer achteruit. Dan moet hij telkens weer van je muur af. Ja, het is op zich niet heel veel werk. Maar nou ja, goed. Het is nu weer gedaan. Dus op zich prima. Ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen. Ik heb nog een was aangezet ook. Dus dan kan die ook eventjes mooi schoon worden. Ik dacht eerst, ik zat te twijfelen, zal ik het doen of niet? Maar ik zag toen in de wasmand dat het toch al wel weer aardig wat in zat. Ik denk, nou, laat ik hem maar aanzetten. Dus die staat nu mooi te draaien. Ik hoop dat die straks klaar is. Dan kan die de droger in. Dan ga ik straks lekker eten. Of eerst douchen en dan lekker eten. Vanavond de ontknoping van Flikker Maastricht. Ik ben heel erg benieuwd. Ik denk dat het een hele spannende aflevering gaat worden als ik vanavond of vorige week heb gezien. Zo kan ik me wel heel erg op verheugen. Ik ga sowieso nog eventjes gamen. En ik ga vanavond Nieuw Amsterdam kijken. Ik moet de video van morgen nog editen. Ik moet mijn blogpost nog schrijven. Dus dat zijn eigenlijk een beetje de klusjes die ik verder ga doen. En dan is het weer tijd voor mijn Netflix serie. En dan ga ik verder met Mokromafia. Als het goed is heb ik nu de ene laatste aflevering en morgen de laatste. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat eindigt ook verder. Dus ja, dat wordt het eigenlijk een beetje. En natuurlijk vanavond nog even gezellig met de jarige knuffelen en met de anderen ook. Maar ja, eventjes wat meer aandacht omdat ze natuurlijk jarig is. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 2 april. Ik ben klaargemaakt. Het is koud buiten. Ik zag net een paar sneeuwvlokjes alweer vallen. Ik heb even de folders opgehaald en ik merk dat je heel erg geneigd bent om even snel
naar je brievenbus te lopen zonder jas aan. Maar eigenlijk moet je het helemaal niet doen, want het is gewoon eigenlijk veel te koud. Het was ook een beetje een gok of de folders erin zaten, maar die zaten erin. Dus nou ja, goed. Gisteravond, ja, ik heb naar Flikken Maastricht gekeken. Laat ik vooropstellen dat het een spannende aflevering was. Ik heb er ook van genoten. Maar ik vond de cliffhanger een klein beetje tegenvallen. En dat komt meer omdat je... Ik ben van Flikken Maastricht gewoon hele spannende cliffhangers gewend. En deze viel gewoon een klein beetje tegen. Het was niet een heel spannend einde. En het lijkt me ook best wel moeilijk om elke keer weer een cliffhanger te overtreffen. En net wat ik zeg, ik vond het echt wel een hele spannende aflevering. Maar de cliffhanger was gewoon een klein beetje een tegenvaller. Omdat ik spannender gewend ben van Flikken Maastricht. Ik ben zeker wel benieuwd hoe het gaat aflopen. Maar ja, daar moet je gewoon zeker nog... Nou, bijna een jaar wel weer op wachten. Dus dat maakt het altijd een beetje lastig. Maar goed, het is wat het is. Daarna heb ik gekeken naar Nieuw Amsterdam. En dat vond ik wel een spannende aflevering, moet ik zeggen. Ik ga verder ook niet vertellen wat er dit seizoen gebeurt. Omdat ik weet dat sommige mensen willen wachten tot het gewoon op Videoland of Netflix staat. Ik denk dat je bij Videoland meer kans hebt. Want volgens mij heeft Netflix nog steeds seizoen 3 niet. En ik zit nu al in seizoen 4. Maar ik merk dat dit seizoen een klein beetje tegenvalt. En ik denk ook dat het goed is dat er hierna komt er dan nog één seizoen. En ik denk dat het dan ook goed is dat het stopt. Ik weet ook niet hoe lang ziekenhuisserie normalitair een beetje door kunnen. Ik weet dat Grey's Anatomy draait al wel heel lang. Maar ja, er zijn zoveel veranderingen in dit seizoen wat me gewoon minder aantrekt. Maar goed, dat kan. Ik heb de video in elkaar gezet, ik heb een blogpost geschreven, ik heb nog wat boeken geordend op mijn USB-stick. En daarna ben ik in Vinting Anna gaan kijken, was ook weer super spannend. Ik ben er bijna doorheen, maar ik vind het echt een aanrader deze serie. Toen zei ik, heel leuk, ik ga Mokromafia kijken, maar daar was ik dus al doorheen. Want ik dacht dat we 10 afleveringen zouden hebben, het waren er dus 8, dus ik had het al afgezien. Toen kwam ik per toeval Bonnie en Clyde tegen. Dat is een vierdelige serie. Daar zit onder andere Aysen in. Zij heeft in Goede Tijden gespeeld. Ik weet even haar echte naam niet. Die is ook heel moeilijk om uit te spreken. Dit gaat over een vrouw die zit in de gevangenis. Wat ze heeft gedaan, dat is me niet bekend geworden, nog niet. Zij krijgt verlof voor een bruiloft. En daar gebeuren een aantal dingen. En dan wil ze niet meer terug naar die gevangenis. Terwijl ze dan nog 4 maanden moet uitzitten. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat verder afloopt. Vond ik wel een serie die ook wel bij me past. Dus ik vond het wel heel spannend. Ik heb het idee dat het een beetje gebaseerd is op de Bonnie en Clyde. Je hebt toen een soort van Bonnie en Clyde ook in Nederland gehad. Jaren geleden. Dat waren 2 mensen. Die lichten allemaal andere mensen op. Maar dat weet ik dus verder niet precies. Ik weet niet of het echt gebaseerd is op een waar gebeurd verhaal. Maar ik vond het op zich wel een leuke serie. Ik heb lekker weer mijn boek gelezen, maar ik had het wel weer super koud in bed. En toen schoof ik onder mijn nieuwe schone beddengoed, moet ik zeggen. En dan rook ik weer lekker de geur van een wasverzachter die ik weer niet kon thuisbrengen. Maar het was heerlijk om weer in een schoon bed te slapen. Ik ga nu even zo gehaktballen draaien, want mijn gehakt is tot morgen goed. En ik ga het maandag pas eten draaien, of als ballen van kan met de vriezer in. En ik ga even stofzuigen en dan ga ik een paasdres warm maken. En dan ga ik jullie gezellig bijzetten. Dus ik ga nu eventjes die dingetjes doen en dan gaan we eraan beginnen. Dus ik neem jullie gewoon weer mee.
is helemaal klaar. Het tak is misschien een beetje vol. Ik heb er lekker veel in gehangen, maar ik vind het wel leuk. Ik heb de lampjes er een beetje omheen gedrapeerd. Hier staat nu een andere tekst in. Dat vond ik wel leuk. Dit is dus dat kleed. Ik hoop, hun gaan er nu wel steeds op. Dat is niet echt de bedoeling. De hamsters staan er. Deze pot met paaseitjes. Die hamster. Nou, deze had ik nog van vorig jaar. Dus ja, ik vind het wel leuk zo. Ik ben er wel blij mee. En misschien dat het er iets beter uitziet. Kijk, zo is het zonder de lampjes. Maar ik vind het wel een heel erg leuk geheel geworden zo. Dus ik ben er wel blij mee. Hier worden inmiddels de laatste brokjes weggesmikkeld. Ik vind het toch wel heel leuk geworden zo. Ik vind het echt leuk zo, een paasdressoir. Ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Want vorig jaar wilde ik graag takken hebben. Toen hadden ze ze al niet meer. Toen was ik aan de late kant. En nu was het echt vrij op tijd. Dus ik vind het echt wel heel erg leuk geworden zo. Ja, ook wel leuk een keer een andere tekst zo in de... Ja, in die lichtbak. Ik vind het wel gezellig. Maar ik had een mijlpaal bereikt. En dat wilde ik jullie natuurlijk even laten zien. Want daar ben ik heel trots op. Want kijk, we hebben de 600 abonnees. Hoe tof is dat? Echt super blij mee. Welkom voor alle nieuwe abonnees. En natuurlijk ook alle trouwe abonnees. Vind ik altijd heel erg leuk dat ik ook best wel veel interactie heb met mijn... volgers, vind ik echt super leuk. Dus ik ben echt heel dankbaar dat ik weer zo ver heb mogen groeien. Ik heb inmiddels de tv aangezet. Want Ajax speelt zo meteen tegen Groningen. Uit. Spannend wedstrijdje denk ik. Hopelijk gaan we winnen. Want we willen natuurlijk de eerste plek vasthouden. Dus dan ga ik zo kijken. Dan ga ik straks even lekker douchen en eten. Vanavond heb je de code van Koppens. Dat ga ik kijken. En dat is eigenlijk ook omdat Martien Meiland meedoet. En ik denk dat het hysterisch gaat worden. Dat lijkt me heel erg leuk. Dus dat ga ik lekker kijken. Ik ga daarna even alles kunnen vips terugkijken. Verder ga ik de vlog in elkaar zetten voor het grootste gedeelte. Ik ga verder met Inventing Anna en ook weer met Bonnie en Clyde. Dus dat wordt verder ook de avond. Dus niet heel spectaculair. En eventjes een beetje opwarmen, want ik heb nog steeds wel koud. Mijn batterij is ook bijna leeg, dus die ga ik ook even op de opladen doen. En dan... is dat het ook wel. Het gehakt zit inmiddels ook al in de vriezer. Dus dat is ook weer mooi. Dus nou, top. Ja, ik ga bij deze in ieder geval zeggen gewoon tot morgen. Want ik ga nu even genieten van Ajax. Dus ja, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 3 april. Nou, ik heb gisteren lekker naar Ajax gekeken. En voor ons heel fijn, want we hebben gewonnen. En PSV heeft verloren. Dus wij lopen qua punten wel lekker uit. Dus dat was wel eventjes lekker. Mooie wedstrijd ook, daar heb ik wel van genoten. Ik heb verder naar de code van Koppens gekeken. Voor mensen die niet weten wat dit is. Het is een programma van twee Vlaamse programmamakers. Staf en Matthias Koppens. En die hebben eigenlijk een soort escape room. Zij doen dit met bekende Vlamingen, maar dus ook met BN'ers tegenwoordig. En dit keer deden Martien en Britt mee. En René Leblanc en Rutger van Barneveld. En ze hebben dus twee gelijke kamers en de bedoeling is dat ze zo snel mogelijk in de kortste tijd uit die kamer ontsnappen. De teams waren heel erg aan elkaar gewaagd. Ik moest ook heel erg lachen. Ik ging helemaal stuk hier. Het was echt heel grappig. En ja, ik denk van waarom vragen ze Martien hiervoor? Maar het bleek dus zo te zijn dat Britt was gevraagd en dat hij had gezegd nee hoor, dat ga ik niet doen, dat vind ik eng. Ja, wat vind je eng, had Martien gezegd. Dus zij zegt van ja, ik ben voor dat programma gevraagd. Oh, en als ik nou met je meedoe, zegt Martien. Oh ja, dan wil ik wel. Maar gewoon, het was echt heel erg grappig. Ik vond het echt heel erg leuk. Uiteindelijk hebben Martien en Britt gewonnen, dus dat was wel leuk. Daarna heb ik alles kunnen gekeken. Ik vond het wel jammer, want ik hoopte eigenlijk dat Danny Vroeger zou winnen. Omdat ik eigenlijk de kandidaten een beetje vind tegenvallen die meedoen. Maar helaas lag hij eruit. Dus... ik heb nu niet meer echt een voorkeur wie er gaat winnen. Misschien dat het nog komt hoor. Zodra er meer mensen uit liggen. Maar ja, ik weet niet. Ik vond het de vorige keer vond ik de bekende Nederlanders gewoon leuker die meededen. Het valt nu gewoon een beetje tegen. Ik heb de vlog voor het grootste gedeelte afgemaakt. Ik heb de ene laatste aflevering van de Netflix-serie gekeken. En daarna lekker Bonnie en Clyde. Dus dat was ook wel weer mooi. Ik ga zo eventjes stofzuigen en de groenten afhalen. Dan ga ik straks eventjes fotospullen pakken. Ik denk boven nog even wat doen. En die zal ik dan straks even laten zien. Maar verder eigenlijk niet heel veel op de planning. Want ja, het is zondag. Ik heb een beetje last van mijn buik. Dus een beetje lekker rustig aan. Dus ook wel lekker. Op
Dus ja, ik ga dat nu gewoon eventjes doen. En dan laat ik jullie straks even de fotospulletjes zien. Dus ja, dat is even de planning voor nu. Zo, de fotospullen. Ik heb hier een Holiday Skin Luminous Bronzer met macadamia olie van Catrice. In de kleur 020 of the Iceland. Dan heb ik hier twee mascara's van Essence, de Double Trouble mascara's in de waterproof variant en de gewone variant. Dus ben ik heel benieuwd naar. En ik heb hier drie Icons Lab lipmask en primers. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Dus die kun je ook onder een lipstick gebruiken. Ik heb hier de peach, de coconut en de strawberry. Dus hier ga ik nu even mijn foto's van maken. Dan is dat ook weer gedaan. Ik heb de was even in de kast opgeborgen. Dus dat staat ook alweer mooi. Dus ja, best wel even wat dingetjes gedaan. Dus nu mooi even fotootjes maken. Zo, ik ben weer lekker klaar. Ik heb net alle spullen opgeruimd. Ook al de lampen en zo. Dus dat is wel fijn. De katten hebben net hun eten op. Dat is ook wel fijn. En ja, ik ga zo nog even lekker relaxen. Ik heb ook al even geïmporteerd. Vind ik ook altijd wel prettig als dat gebeurt. Verder heb ik vanavond eigenlijk niet heel veel plannen. Ik ga straks lekker eten. Ik heb lekker schnitzels van de Albert Heijn. Die vind ik ook altijd super lekker. Dan ga ik vanavond eventjes het jaar van Fortuin kijken. Dat heb ik opgenomen. Want er is eerst niet zoveel. Sowieso nog even lekker een spelletje doen. Ik wil, ga ik daarna eventjes Million Dollar Island kijken en mijn nagels eventjes doen. Want dat is ook even nodig. Verder moet ik even foto's bewerken. En heb ik dus de laatste Inventing Anna. En ga ik vanavond ook weer verder met flikken. Dus het is niet echt heel bijzonder of zo. Maar ik vond het op zich wel een lekker dagje. Ik heb boven wat gerommeld, de groenten afgehaald. De zon schijnt nu hier ook weer meer, terwijl ik het nog best wel koud heb. Ik weet ook eigenlijk niet hoeveel graden het is op het moment. Ik zal even kijken. Nou, het is hier 8 graden en licht bewolkt. Ja, dat klopt wel. Maar vannacht wordt het volgens mij vrij koud, want hij staat wel op min 4. Maar ik weet niet of dat klopt hoor. Nou, ik snap het niet helemaal. Maar goed, ja, dat dus. Ja, ik ga nu even lekker relaxen en ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen, even relaxen, want ik heb echt wel heel erg last van mijn buik. Dus ja, dat zijn de prettige, of minder prettige dingen natuurlijk. Maar goed, dat komt ook wel weer goed. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze maandag. Het is 4 april. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het zo ijs en ijskoud. Het is buiten heel hard aan het regenen. De wind die waait ook heel hard. Het is gewoon echt heel koud. En dan denk ik, vorige week... Nee! Dat gaan we niet doen. Kom er maar af. Nee! Even iemand hier van afhalen. Nee! Kom. Nee, je hoeft daar niet op. Zo, geregeld. Het kabinet heeft natuurlijk vorige week een advies uitgegeven met de vraag of bedrijven en gewoon de mensen thuis hun verwarming niet hoger willen zetten dan 19 graden. Maar dan denk ik, ja jongens, weet je hoe koud dat is? Het is hier in huis nu 17 graden. Ik heb ijskoud. En nou ja, ik trek dat niet. Het is natuurlijk wel een advies. En ja, ik vind het vrij laag. Stel dat je een vrij groot huis hebt, weet je hoe koud 19 graden dan is? Ja, oh, het is gewoon koud. Ik heb gisteravond het jaar van Fortuin gekeken. Ik vind het heel interessant, dus ja, gewoon heel interessant om te zien. Dus het was ook wel weer heel mooi. Daarna heb ik Million Dollar Island gekeken. Ik vraag me af of ze die 2 maanden vol gaan maken, want je ziet echt wel steeds meer mensen die daar vertrekken. Ze hebben niet zo heel veel mensen meer over, voor mijn gevoel, dus het gaat echt wel hard. Ik heb ondertussen lekker mijn nagels gedaan. Een beetje een pastelkleurtje. Ja, een beetje lenteachtig, maar van lente is weinig te zien. Deze komt uit de Hop Hop Hooray van Catrice. Dat is deze. En dit is in de kleur C01.
Lemon. Ik moet even naar het licht toe, want ik kan het gewoon niet lezen. Lemon cake heet die. Dus die heb ik lekker opgebracht. Vond ik wel leuk. Ik heb mijn moeder nog even een tip gegeven, want ik zag dat de film Bohemian Rhapsody vanavond op Net5 werd uitgezonden. Dus ik had tegen haar gezegd, joh, als je het interessant vindt, kun je misschien wel opnemen. Ze vonden ze wel leuk, ze gingen ze doen. Dus ja, dat eigenlijk. Ik heb een foto's bewerkt, ik moet nog even eentje bijmaken. Toen heb ik de laatste aflevering van mijn serie gekeken. Die was echt heel interessant. Jammer dat ik er nu doorheen ben. Dus ik weet nog niet wat ik vanavond op ga zoeken. Moet nog eventjes naar kijken. En ik heb Flikker gekeken. Dat was het ook eigenlijk wel. Ik ga zo meteen hier eventjes lekker de kattenbakken doen. De gang en de douche. Moet ik even onder de bank even heel goed stoffen. Want gisteren had Mickey mijn paastak omgegooid. Daar baalde ik ontzettend van. En er is dus een kuikentje kwijt. Dus ik ben overal gaan zoeken naar het kuikentje. Ik heb hem nog niet gevonden. Toen keek ik onder de bank. Toen dacht ik, oei, dat is toch wel een beetje stoffig. Dus dat moet eventjes goed schoongemaakt worden. En ik moet eventjes een was opvouwen. Dus ik ga jullie gewoon ook wel weer meenemen. Want er is ook wel een beetje veel. Dus dat ga ik even doen. Dus ik ga even muziek aandoen. En dan ga ik zo eerst eventjes naar buiten het kattengrit en zo wegdoen. Super koud. Dus eventjes goed warm aankleden. Dan ga ik dat eerst eventjes doen. En dan ga ik lekker aan de gang. Dus even een muziekje aan en tijd om wat te gaan doen. Weer mooi klaar. Alle was ligt weer op zijn plek. Het was ook best wel veel, maar de handdoek heb ik dat altijd. En ik had eigenlijk nog geen zin gehad om ze op te vouwen. Maar nu liggen ze allemaal weer mooi op hun plek. De douche is schoon, de gang is schoon, de kattenbakken zijn weer schoon. Dus prima. Ik heb me even door de regen getrotseerd. Maar ik ben redelijk droog gebleven, dus dat scheelt wel. Ik heb alleen een prikkende enkel. Er prikt iets op mijn enkel en ik weet niet wat het is. Het kriebelt, maar het doet aan de andere kant ook een beetje pijn. Het is heel gek. Ik weet niet goed wat ik ermee aan moet. Ik moest wel lachen. Ik was op zoek naar een oogschaduwpalet bij de Action. En er zijn een heleboel nieuwe gekomen, maar heel veel zijn er gewoon nog niet. En ik had al een paar keer aan mijn moeder en Nathalie gevraagd of ze wilden gaan kijken. En toen zei mijn moeder, nou deze ligt er. En toen zei ze, ja Skyline ligt er ook. Ik zeg, Skyline? Ik zeg maar, die wil ik. Dus, oh, ik dacht dat je die al had. En het stuurde zijn foto. Dat was het palet waar ik ook al naar op zoek was. Maar er is niet echt heel veel reclame voor geweest. Alleen via Instagram. Dus die heeft ze nu mooi voor me meegenomen. Want ik heb zelf ook al steeds gekeken. En ik kon ze ook niet vinden. Dus ik ben heel blij. Die heeft mijn moeder dus mooi voor mij weten te scoren. Dus ja, dat was mooi. Ik ga zo even lekker relaxen. Ik heb toch een beetje de verwarming aangedraaid. Niet heel veel. Een klein tikkie. Maar het werd in ieder geval wat warmer. Dat was wel fijn. Want het was echt ijskoud. Ik heb hem naar 17,5 gezet. Dus ja, dan weet ik niet hoe dat vanavond gaat zijn. Als het nog kouder wordt, dan zal die automatisch nog iets omhoog gaan. Maar dan moet ik even kijken. Het is op zich hier best wel snel warm binnen. Maar ja, het koelt ook wel vrij snel af. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en lekker eten. Ik heb haricot verts met gehaktballen en rosti rondjes. Dus wel lekker. Dan ga ik vanavond uitstel van executie kijken. En daarna de Meilandjes, Chateau Bijstand moet ik zeggen. Ik moet nog even één nieuwe foto maken, maar dat kan straks nog wel, want het is natuurlijk lang licht.
Dan ga ik, als ik dat heb gedaan, ga ik mijn blogpost schrijven. En ik wil ook nog even de extra video in elkaar zetten, want die wil ik morgen online hebben staan. Dan ga ik een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. En ik weet nog niet welke. En dan ga ik flikken kijken. Dus op zich een prima avondje. Dus wel lekker. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Ik heb een beetje last van mijn rug. Nog steeds van mijn buik. Dus het wil allemaal even niet zo lekker lichamelijk. Maar dat komt ook wel weer goed. Dus nu gewoon even lekker relaxen. En ik heb ook een nieuwe toiletborstel in de wc gezet. Maar dat zal ik jullie morgen nog wel even laten zien. Want ik heb nu de borstel in de wc staan. Dus dat is nu nog niet zo heel veel van te zien. Maar goed, dat laat ik dan morgen nog wel even zien. Ik zou bij deze in ieder geval zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 5 april. Ik ben klaargemaakt. Het is weer regenachtig buiten. Ik heb het ook weer super koud. De lucht is vrij donker, dus ik verwacht nog wel het een en ander aan regen wat eruit gaat komen. Mijn coach is er 3:15, dus dat duurt nog een poosje voordat zij er is. Dus ik denk dat ik intussen tijd alvast de boekenvideo even ga opnemen. Dan staat die er gewoon op. En dan kijk je wel wat ik nog ga doen. Ik heb gisteravond uitstel van executie gekeken. Je merkt wel in dit seizoen, we zijn pas een paar afleveringen op weg, maar dat Duncan en Alex een minder grote rol spelen in dit geheel. Omdat ze dus nu ook met huurhuizen te maken hebben. Ja, daar heb je geen makelaar bij nodig. Kijk, in dit geval hadden ze een koophuis. Maar eigenlijk kon deze mevrouw wel blijven zitten uiteindelijk. Ze wilde zelf nog wel gaan verhuizen vanwege de herinneringen in dat huis. Toen heeft Alex dan wel gekeken van, hier, je kunt wat bezichtigingen doen. Wat vind je ervan? Nou, er zat nog niet echt iets bij waarvan zij heel warm liep. Duncan heeft nu een keer de styling gedaan, maar je merkt wel op dat gebied dat hun rol een beetje kleiner is geworden. En misschien is dat ook wel de reden dat ze er nu toch mee stoppen. De Meilandjes waren ook wel weer heel grappig. Ergens ook wel een beetje flauw. Ze moesten een borrel geven, een buurtborrel, van een week geld. Nou, dat kan ik me nog wel herinneren. Dat moesten volgens mij de andere gezinnen toen ook. Dus ze gingen op een gegeven moment wat mensen uitnodigen. Martine is naar wie van de drie? Dus Maxime en Erika die gaan langs de deuren. Komen ze bij een mevrouw die zegt van willen jullie een wijntje? Ja, vonden ze eigenlijk natuurlijk wel heel erg lekker. Maar ja, er moet eigenlijk wat terug voor gedaan worden. Want dat kan helemaal niet. Nou, weet je wat? Dan kon Martine jouw ramen wel wassen. Dan kunnen wij dat wijntje doen. Want ze moeten dus iets terug doen als iemand hun iets aanbiedt. Ja, nou lekker, zegt Martien. Jullie gaan aan de wijn en ik kan weer ramen gaan lappen. Hij vond het niet erg om te doen, want hij vindt dat altijd wel leuk. Maar het was wel weer heel erg leuk. Ik heb de video in elkaar gezet, die staat ook al online. Ik heb een blogpost geschreven, dus dat was allemaal wel positief. Toen was het tijd om een nieuwe Netflix-serie uit te zoeken. En er was een serie, daar liep ik al een tijdje tegenaan. Die kwam ik al een paar keer tegen en elke keer heb ik op het punt gestaan om deze te gaan kijken en dan toch niet gedaan omdat de afleveringen best wel lang waren. Maar deze serie heet Toy Boy. Het gaat over een stripper die heeft 7 jaar in de gevangenis gezeten en dan komt er een pro deo advocaat en die wil die zaak gaan heropenen. Uiteindelijk komt hij dus ook voorwaardelijk vrij. Dan vraagt zij ook aan hem van wat is jouw plan? Wat ga jij nu doen? Nou ja, ik ga terug naar Marbella, zegt hij. Ik ga mijn oude leven oppakken. Ja, zegt ze, dat moet je dus niet doen, want dat is voor de rechter ook niet echt een positief beeld als je dat gaat doen. Nou ja, ik trek mijn plan wel. Dus hij is toch terug naar Marbella gegaan. In eerste instantie zou hij als in de bediening gaan, maar toen uiteindelijk sprong hij toch weer op dat podium, omdat hem dat toch weer trok. En toen kwam net die advocaat binnen. Ja, dat stripgedeelte, dat trekt me niet echt, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb daar niks mee, maar het verhaal op zich vond ik wel spannend. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat verder afliep. Helemaal omdat hij verdacht wordt van een moord op een, ja, klant. Van, ja, ook niet echt klant, want zij betaalde er ook niet voor. Maar in ieder geval iemand waarmee hij omging. Haar man is vermoord en nu blijkt dus helemaal niet dat het dat lichaam haar man was. Dus het was wel spannend. Daarna heb ik flikken gekeken en dat was ook wel weer leuk. Ik ga nu even stofzuigen en dan ga ik die extra video eventjes opnemen. Dan is dat klaar en dan zie ik wel wat ik verder nog even ga doen. En ik neem jullie straks wel even mee met de boodschappen doen.
Dus dat is voor nu eventjes de planning. Dus dat ga ik eventjes doen. Ik ben nat geregend, maar ja, hoort erbij. Ik heb kuppensoep. Ik heb ook vitaminepillen, maar die zitten nog in mijn tas. Maar ik heb deze weer gehaald. Dat is de... Nee, deze niet, sorry. Verkeerde. Deze heb ik weer gehaald. Dat was nu de tweede halve prijs en deze zijn ook alweer bijna op. Boontjes. Ik heb alvast mini-snacks meegenomen. De familie zou eigenlijk het weekend komen, maar door ziekte kan het eventjes niet. Door gewoon ziek zijn, zeg maar. Dus dat hebben we nu verplaatst naar volgende week. Maar ik was nu bij de Aldi. Ik heb daar ook zwarme meegenomen. Alvast een zakje chips. Dan heb ik kipfilet. Aardappelschijfjes. Ik heb pedaalemmer, zakjes, maar die zijn ook best wel duur geworden. Je merkt echt dat de boodschappen duur worden. Spekjes, boterhamzakjes. Alvast voor de kwarktaart, dan kan ik de ingrediënten even opschrijven die ik nog moet halen. Want het zijn natuurlijk verse ingrediënten. Slavinken en jus. Ik heb maar 2 pakken van die hapjes gedaan, want ja, vaak gaat dat er wel omheen. Er wordt er hier eentje helemaal wild. 2 pakken chocomel, dus 2 pakken voor €2,50. Die heb ik gehaald. Muis, doe het even niet. Dan heb ik deze chips gehaald, want die wilde ik zelf graag proberen. Dit is de patatje mayo smaak. Ik ben wel benieuwd of die lekker is. Schnitzel. Paaskoekjes zijn alvast meegekomen, want deze dochter, die hadden ze nou eindelijk. Bakboter, ook duur geworden. Je hebt wel goedkopere merken, maar ik vind deze het lekkerst. Deze weer even meegenomen. De opschuimmelk. Dan heb ik hier broccoli. Een zakje tat. En de krokantjes weer voor de katten. Dus dat zijn alle boodschapjes. En ik heb deze hele leuke mok nog gekocht voor de Pasen. Happy Easter staat erop. Die heb ik bij de Marskramer gehaald. Vond ik wel leuk om dan lekker wat uit te drinken met de Pasen. Vond ik wel een gezellig idee. Dus die heb ik even bij de Marskramer meegenomen. Maar ja. Oh ja, wacht. Ik heb nog een beestje. Waar is die?
Oh, misschien heb je nog bijna een foto. Oh nee, wacht. Ik heb hem. Kijk. Ik heb Clara Koel. Die had ik bij elkaar, dus die heb ik mooi meegenomen. Dus die had ik ook, maar die doe ik even terug in de tas. Want muis ging de vorige keer met mijn schaap vandoor. Was trouwens grappig. Ik vertelde jullie aan het begin van de vlog dat de toren van de Julianatoren werd gesloopt. Op een gegeven moment zeg ik tegen Nathalie, zou het geen 1 april grap zijn? En ja hoor, dat was gewoon een 1 april grap. Dus die toren blijft gewoon staan. Dus helemaal gezeur om niks, want er gebeurt helemaal niks met die toren. Maar goed, ik heb alles weer lekker binnen. Ik ga het zo lekker opruimen. Ga ik straks lekker douchen en eten maken. Dan ga ik vanavond ga ik Married at First Sight kijken. Ik ga de vlog afmaken en foto's bewerken. Daarna ga ik lekker mijn Netflix serie weer verder kijken en ook weer flikken. Dus dat wordt het ook wel. Dus verder niet heel veel bijzonders. Ik ga bij deze in ieder geval ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Daarna staat een belletje en als je die aanklikt krijg je de melding zodra er een nieuwe video online komt. Het goede nieuws is trouwens wel dat ik mijn kuikje heb teruggevonden die ik kwijt was. Want die was uit mijn paaszak gevallen en die heb ik weer teruggevonden. Dus dat is wel heel fijn. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!